is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld. Want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt. En die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag. En de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret. Want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op haar stoel, hoe veilig zo'n gevoel. Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden CNA'tje aan. Zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en er komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal. Maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan. Zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer, want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt er naar zo'n baan, zou kreeg hij het gedaan, voor twee tientjes als een kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken, oh die 18 piek, die neem ie. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal. En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met zo'n confectiepakje aan. Eén met zo'n imitatiejeger onderbroekje aan. Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man.